Welkom bij de uitleg van baasstof 7 over roken en blouwen. Ook bij deze baasstof geldt weer dat afhankelijk van het boek dat je hebt er een wisseling kan zijn in het baasstofnummer. Dus controleer even goed of de titel overeenkomt met jouw titel van de baasstof die jij nu hebt. De inhoud komt helemaal overeen, ook als de nummering hierboven anders is. In deze video gaan we kijken naar wat een e-sigaret is, de shisha-pen en de waterpijp komen voorbij, en wat de effecten zijn van het gebruik van cannabis. En je ziet al dat dit een beetje voortborduurt op een voorgaande basisstof. Dan toen ging het over gezonde luchtwegen. Dat hebben we het al gehad over roken. En hoe ongelooflijk slecht dat is. Uh, ook dit zijn manieren om te roken. En dan beginnen we even hier links met de waterpijp. De bedoeling van de waterpijp is dat je hier bovenin tabak doet met een brandend kooltje erop. En dat zorgt ervoor dat dus dan die tabak hier gaat verbranden. En die rook, die adem je dan via een buisje in. En dat gaat dan door dit slangetje heen. En dan komt het uiteindelijk in je mond terecht. Het maakt een bubbelend geluid, want die rook gaat eerst door het water heen. Dat geeft een beetje de illusie dat het dan minder slecht is. Volgens mij is het ook zo dat één ademteug van een waterpijp minder slecht is. Let op minder slecht is dan een sigaret. Maar wat je vaak ziet is dat mensen veel langer bezig zijn met het roken uit een waterpijp dan een sigaret. Met een sigaret loopt 6, 7 minuutjes. Sommige mensen zitten urenlang aan een waterpijp, dus. Uiteindelijk zul je zien dat dan zo'n waterpijp nog een stuk ongezonder is. Puur omdat je het langer doet en nog steeds de stoffen die inademt zijn gewoon hartstikke schadelijk. En dan zie je hier een e-sigaret. En het idee van een e-sigaret is dat daar een vloeistof in zit en die vloeistof die wordt verdampt. Er zit een soort van gloeidraadje in en die vloeistof, daar zitten bijvoorbeeld geur en smaakstoffen in, daar kan nicotine in zitten. Die worden verdampt en die, die rook, die damp die eruit komt, die adem je dan in en komen je longen terecht. Het verschil dus met een sigaret is dat dus bij een sigaret die steek je aan en dan verbrandt dus daadwerkelijk de tabak. En dan aanhoud je dus op die manier de rook binnen. Zo'n e-sigaret is volgens mij wel minder schadelijk dan een gewone sigaret, maar het is nog steeds niet gezond. Laat dat heel duidelijk zijn. Het is niet zo dat oh, een e-sigaret is niet schadelijk. Nee, er zitten allerlei stoffen in die ook weer allerlei nadelige gevolgen voor je lichaam hebben. Dus welke vorm van rook je ook kiest, Doe het gewoon niet, want je krijgt echt allerlei schade aan je lichaam en daar kun je later gewoon ongelooflijke spijt van krijgen. Dat is gewoon echt hartstikke zonde. Dan hebben we ook nog cannabis. En er zijn verschillende cannabisproducten en die zijn allemaal afkomstig van de cannabisplant. Eh, hier heb je een afbeelding van jonge cannabisplantjes. En op een gegeven moment als ze groot zijn, dan kun je de vrouwelijke delen, kun je bijvoorbeeld drogen en in een sigaret doen. Daar zitten allerlei werkzame bestanddelen in, waardoor je bijvoorbeeld stoned wordt, waar je heel relaxed wordt. Uh, er zitten ook bepaalde stoffen in waardoor het juist kan zijn dat je gaat hallucineren: dat je dus dingen ziet die er niet zijn. Het kan zijn, afhankelijk van hoe het valt bij iemand, dat juist ook een heel negatief effect krijgt: dat je bijvoorbeeld angstaanvallen krijgt. Je weet het niet helemaal, maar over het algemeen is het zo dat um, je door cannabis heel relaxed wordt en uh, dat je zintuigen een beetje anders gaan werken. Het Feit is wel dat op het moment dat je cannabis rookt, dan rook je dat vaak in een zelfgedraaide sigaret. Er zit ook tabak bij, dus je krijgt ook tabaksrook binnen. Dus ook dit weer, ja, ademt van alles in dat gewoon hartstikke ongezond is. Daarbij moet je ook nog eens bedenken dat eh, cannabis bij sommige mensen het effect kan hebben dat het bijvoorbeeld een psychose kan triggeren. Dus het kan ervoor zorgen dat het een soort van startpunt is voor iets waar je al gevoelig voor bent. En je rookt een cannabis en dat je dan dus, nou ja, dus iets tot uiting komt. Dus dat is ook een risico dat je neemt. Op het moment dat je het rookt, heb je al vrij snel effect. Je ziet je draait zelf je joint, die rook je, en dan komt in je longen terecht, en dat kan al binnen een paar minuten een bepaald effect hebben. Dat duurt een paar uur meestal. Um, op het moment dat je het maakt in bijvoorbeeld de vorm van een cake, een space cake noemen ze dan doen ze een an vaak andere producten, van de, andere delen van de cannabisplant daarin. Uh, dan duurt het wat langer voordat het effect heeft, want het moet ook opgenomen worden in je verteringsstelsel en dan in je bloed. En dan is het ook, het effect duurt ook gewoon langer. Um, ook deze manieren, ja ik zou je adviseren dat gewoon niet te doen, maar ja goed. Um, het, ja, er kleven gewoon risico's aan. Dus dat, ja, dit, dit, het, dat is een keuze die je zelf moet maken. Maar mijn advies: doe het gewoon alsjeblieft niet, want de risico's zijn ook daar. Uh, dan is dit nog een hele korte samenvatting. Heel veel succes met oefenen en uh, tot de volgende.